Ja. Oké. Okay. Het wordt tijd om weer een beetje ruimtemeetkunde te doen. Ik hoop dat jullie wat mee zijn met het begin van hoofdstuk 4. Ik heb daar nog niet echt iets laten voor indienen. Het is al voldoende als je je notas overneemt en de oefeningen maakt. Zijn de oefeningen niet duidelijk of je komt er zelf niet op, dan moet je mij dat laten weten. Hè. Anders denk ik dat het duidelijk is voor jullie. We zijn geëindigd met loodrechte stand eerst tussen twee rechten. Hè, en dan tussen een rechte en een vlak. Dus ik weet niet of u dat nog goed herinnert. Hè. Tussen twee rechten, dan was er een bepaalde voorwaarde. Hè, dat die A1 maal A2 plus B1 maal B2 plus C1 maal C2 0 zijn. Ja? Dat volgt eruit, als de rechten loodrecht op elkaar staan, moeten de richtingsvectoren ook loodrecht op elkaar staan en moet het inproduct 0 zijn. Bij vlakken was het iets lastiger. Dan hebben we eerst een normaal vector moeten definiëren. Die gebruiken we dan wel hier in 4.3.2. Wat was weer al een normaal vector? Dat was een normaal vector met coördinaten UVW. Ik herneem dat even, omdat ik dat straks nodig heb. UVW, dat zijn de voorgetallen uit de vergelijking van het vlak alfa. Ja? En dan hebben we gezien, wanneer zal die rechte i loodrecht staan op het vlak? Wel, wij hebben daar gezien dat de normaal vector van het vlak en de richtingsvector van de rechte evenredig moeten zijn. N is een veelvoud van R. En dan hebben we gezien, als die verhoudingen U op A, V op B, W op C gelijk zijn, want dat was eigenlijk eliminatie van die K, dan ben ik zeker dat die rechte loodrecht staat op het vlak. Ja? Oké. Dan. Heb ik samen met jullie dat voorbeeldje besproken en jullie hebben als alles goed zit oefening 1D gemaakt. Zover zouden jullie moeten zijn. Als de loodrechte stand is tussen twee rechten en tussen een rechte en een vlak, moeten we ook nog een keer kijken, en dat is dus vanaf hier nieuw, loodrechte stand van twee vlakken. Dan zitten we in ons handboek toch al op pagina 148, dat boek moet uit in dit schooljaar. Dus we zijn nog wel even bezig, maar langs de andere kant hebben we ook nog wel een maand en een half. Dus we hebben nog wel tijd. Dus er zijn twee vlakken gegeven in de algemene vorm. U, X, V, I, W, Z plus T is 0. En ik heb daar eentjes en tweetjes bij gezet. Er is ook gegeven dat die vlakken loodrecht staan. En ik vraag, geef mij de voorwaarden. Meestal zet ik dat een beetje zo aan bord. Let op, X, Y, Z, dat is een beetje lichtjes getekend. We zitten nu in hoofdstuk 4, dus het moest een orthonormaal assenstelsel zijn. Loodrecht en gelijk genormeerd. Ik zie dat Maxime zijn eenheidsvectoren niet heeft aangeduid. Mogen jullie zeker doen en ook aanduiden dat de norm gelijk is. Ik heb hier twee vlakken proberen tekenen. Iemand met wat ruimtelijk inzicht, die ziet, ja, wij tekenen dat als een parallelogram. Maar eigenlijk lopen die vlakken door, hè. Je zou hier ook zo'n boekje kunnen getekend hebben met zo'n loodrechtheidstekentje, maar we hebben dat toen een keer niet gedaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat het mogelijk zou zijn dat die twee vlakken loodrecht staan. Ja? En als die vlakken loodrecht staan, dan ga je zien, als ik loodlijnen daarop teken, hè, gelijk welke loodlijnen, dan gaan die loodlijnen ook loodrecht staan. Ja? Ik heb twee bijzondere loodlijnen getekend, namelijk de loodlijnen waar de normaalvectoren op liggen. We hebben dat gezien, een loodlijn loodrecht op het vlak door de oorsprong. Ja? Al die puntvectoren hierop zijn normaal vectoren voor het vlak. Dus wat zie ik, en dat staat hier ook, wanneer zal alfa loodrecht staan op beta? Als de loodlijnen loodrecht staan op elkaar. Wanneer zal dat zijn als de normaal vectoren loodrecht staan op elkaar? Dus dit is de normaal vector van alfa, dit is de normaal vector van beta. En dan kan ik uit mijn kennis van vectoren van vorig jaar, en we hebben dit ook herhaald in het vorige filmpje, twee vectoren staan loodrecht op elkaar als het inproduct gelijk is aan 0. Ja? En analytisch ga ik gaan werken, dus ik ga werken met de analytische uitdrukking van het inproduct. Je hebt ook die formule gezien van cosinus van de ingesloten hoek. Hè? Dus ik ga nu analytisch gaan werken, want ik heb toch al die coördinaten en ik zoek een voorwaarde. Dus dat was zo
x1 maal x2 plus y1 maal y2 plus z1 maal z2. Maar hier zijn die x, y, z'tjes, u, v, w'tjes. En voilà, deze kader belangrijk. Wanneer zal een vlak alfa loodrecht staan op een vlak beta? Wel, als deze voorwaarde voldaan is. Dus u1 maal u2 plus v1 maal v2 plus w1 maal w2. Oei, waar is die? Gelijk aan 0. Hij heeft dat even vergeten. Dus let op. Gelijk aan 0 natuurlijk. Hè? Anders, ja, dan is dat altijd. Dus als je dat vergeten, je moet dat hier een klein beetje uitbreiden. Hier en daar komen er nog wel wat foutjes in die cursus naar boven. Oké. In ons handboek, meestal doe ik daar niet veel oefeningen op, een keer eentje, denk ik. Dat is echt heel rap te zien. Dus je hoeft allemaal niet te schetsen een vlak tekenen van de ruimte, maar op een tweedimensionaal vlak is niet handig. Je zou het ook niet makkelijk zien of dat het loodrecht is. Maar ik kan dat met behulp van de vergelijking en met die voorwaarden nu heel makkelijk controleren. Hè. Dus je moet gewoon de voorgetallen. Hè. Hier is geen x, dus is dat 1 keer 0. Dan y 1 keer 3 plus min 3 keer 1. Naar de t'tjes moet je niet kijken, dus die 8 en die min 2 die spelen er geen rol. Is dat effectief 0? Ja, dat klopt, want het is 3 min 3 is 0. Dus ik ben zeker dat ze loodrecht staan. Oefening F moeten jullie dan zelf maar een keer doen. Let op, ik kan het moeilijker maken in die zin als je het vlak natuurlijk nog niet in deze algemene vorm krijgt. Hè. Meestal als ik dat vraag op een toets, op een examen, dan zeg ik het vlak loopt door 3 punten of zoiets. En dan moeten jullie eerst nog wel de algemene vorm gaan berekenen. Hè. Dus hier zie je dat dat niet gelijk is, dus staan die niet loodrecht. Niet moeilijk. Oké, we gaan verder. Wat moet je ook nog kunnen doen? Vanuit een punt een loodlijn kunnen vinden op een vlak. Hè? Of omgekeerd, vanuit een punt een loodvlak kunnen tekenen op een recht. Dus dat zijn twee dingen die we in deze sessie nog gaan leren. Dus stel, ik heb terug een algemene vlak, algemene vergelijking. En ik heb een bepaald punt. Hè? Dat, dat mag eventueel in het vlak liggen, maar meestal zal het er zelfs niet in liggen. Maar het zou er mogen ook in liggen en dan teken je je loodrecht hier door een punt van een vlak. Nu ligt het punt er niet in, hè. Dat is het meer algemene, dat zal ook meer de realiteit zijn. En wat zoek ik? Ik zoek dus de vergelijking van die rechte L loodrecht op mijn vlak. Oké. Dat punt, die coördinaten, die x1, y1, z1, die zijn eigenlijk gegeven ook. Hè. Ik heb hier direct weer die speciale loodlijn. Ik heb hier nu L-accent genoemd, omdat ik al een L had in mijn opgave. Die loodlijn weer, die ook loodrecht staat. Hier mag je eigenlijk ook een loodrechtheidstekentje zetten. Die dus ook loodrecht op alfa staat en die door de oorsprong gaat. Ja? Waarom teken ik die nogal veel? Omdat daar die normaalvectoren op zitten. En dan is het eigenlijk niet meer moeilijk. Want je ziet, ja, met dat dit loodrecht staat en deze staat loodrecht, dan moeten die loodlijn L en L-accent evenwijdig zijn. En wat zie je dan? Dat die normaalvector van het vlak eigenlijk een richtingsvector is van L. Die geeft de richting van L aan. En dan, uit onze algemene kennis, dus dit staat hier, hè, van vergelijking van een rechte. Ja, het punt heb ik gegeven, x min x1. Ik had de richtingsvector nodig en die heb ik, want dat is gewoon de normaalvector van mijn vlak. Dus heel simpel, hè. Een loodrechte zoeken vanuit een punt op een vlak is echt niet moeilijk. Je steekt je punt erin, je zoekt je normaalvector, gebruikt je normaalvector als richtingsvector voor je loodlijn. En je hebt de vergelijking van L. Probeer maar zelf oefening 2 B en C. B doen we altijd thuis blijkbaar, dat komt meestal niet aan bord. Jullie mogen dat altijd indienen als je twijfelt. Je ziet ook wel de uitkomst achteraan in je boek, maar ja, je moet ook zien dat de methode juist is. 2C is interessant, omdat daar denk ik een parametervergelijking wordt gegeven. Hè. Misschien nog niet in matricesvorm, hè, maar je kan dat zien als er enkel K en L in die vergelijkingen in dat stelsel staan, dat wil dat zeggen dat het punt gewoon 0, 0, 0 is. Ja? Dit zal ik afgelezen hebben uit gegeven, dan zal er gewoon gestaan hebben, x is k plus 4 keer l. Hè? Y is min k plus l. Z is 2k.
Zie je? Dan kan dat niet anders als het ene richtingsgetal voor het vlak is 1 min 1, 2. Dat zijn eigenlijk al die voorgetallen bij k. En het andere is dan 4, 1, 0. Dat wordt hier ook aangeduid. Hoe vind ik dan die UVW die ik natuurlijk nodig heb voor de loodlijn? Ja, dan moet ik eerst de Cartesische vergelijking van het vlak zoeken. Dat staat ook ergens een keer in die oefentoets van ruimtemeetkunde. Ja? Dus ik weet dat. Ik kan een vergelijking van het vlak vinden met behulp van een determinant. 0, 0, 0 is mijn punt. Dan moet ik daar een 1 achter zetten. 1, min 1, 2 en 4, 1, 0 zijn richtingsgetallen. Dan komt daar een 0 achter. En ik moet opletten, het moet een vergelijking zijn. Dus dat is altijd gelijk aan 0. Laat die determinant uitrekenen door uw rekenmachine. Dat. En je geeft dat in. En dan vind je hier min of plus. Dat maakt in principe niet uit, want het is toch 0. Dus je mag die min weglaten. Soms zet je zelf nog een getal voor, dat mag ook weg. Hè, want als ik dat naar de andere kant doe, 0 delen door gelijk, welk getal is altijd 0. Dus niet moeilijk. Ik heb mijn UVW gevonden. Blijkbaar is er geen T. Dat is ook logisch, want ik zie dat hier, dat is een vergelijking die door de oorsprong gaat. Wat is dan mijn loodlijn? Dat is mijn gegeven punt hier. Dit moest door het punt 1, 0, min 4 zijn. En mijn richtingsgetallen zijn deze van mijn normaalvector, die ik hier aflees, 2, min 8, min 5. Easy. Maar wat belangrijk om toch te kunnen vinden. Iemand die nog iets met architectuur wil doen later, die gaat toch nog wel die basisruimtemeetkunde nodig hebben. Dus dat is niet onbelangrijk. Ja? Dan, loodvlak op een rechte, dan zit ik op pagina 147. Dat is dan het omgekeerde eigenlijk. De tekening lijkt hetzelfde, maar we vertrekken van iets anders. Hè? Want wat werd er nu gegeven? Er is een rechte gegeven met richtingsgetallen nu. Hè? Er is een bepaald punt gegeven. Dat zou weer op die rechte kunnen liggen, maar meestal ligt dat niet op die rechte. En ik zoek nu eigenlijk het vlak alfa. Het loodvlak alfa, dat dus loodrecht, ligt op die rechte, de gegeven rechte E. Wat heb ik direct weer? Je moet, als je dat tekent, is dat altijd veel duidelijker. Als je terug die speciale loodlijn L, we hebben die nu blijkbaar niet benoemd, je mag hier gerust L bijzetten. Omdat ik weet dat de normaalvector daarop ligt van het vlak dat ik eigenlijk zoek. Maar wat zie ik? Die richtingsvector van de rechte hier, dat is gewoon R. Dat moet niet iedereen een getal zijn. Een gewone R dus, met coördinaten ABC. Die richtingsvector zal nu normaalvector zijn van mijn vlak. Dus de omgekeerde redenering van daarnet. Dus, Ux, Vi, Wz plus T is 0. Oké, wanneer ligt een rechte evenwijdig met het vlak? A, we hebben dat gezien, als die evenredig zijn. U op A is V op B is W op C. Of, ik kan dat terug een keer omvormen met die K, weet je nog? Hoezo hebben we dat ook gedaan met die eliminatie van K? Dus die UVW, mijn normaalvector, is een veelvoud van ABC. We steken dat erin. Dus U is K keer A, K keer B, K keer C. Ik moet wel nog rekening houden, want er zijn natuurlijk oneindig veel vlakken die loodrecht staan op die rechte E. Ik moet nu wel juist dat vlak vinden die door dat punt gaat. A, wanneer ligt een punt op een vlak? Als ik de coördinaten invul, X1, Y1, Z1, dat moet dat mijn vergelijking laten kloppen. Dus ik vul dat hierin. En zo kan ik dan die t bepalen. Want we weten dat bij evenwijdige vlakken, al die vlakken loodrecht op de rechte e, die zullen evenwijdig lopen, zullen enkel verschillen op gebied van die t. Dus ik haal t hieruit. T is, dan moet je heel dat boel naar de andere kant. Dan zijn we hier allemaal minnetjes. Ja. Dus ik heb mijn t nu, dat ziet er niet uit. Die k moet er ook nog uit, maar dat komt allemaal goed. Want als ik dit nu terug in mijn vergelijking steek, dus kax, dus dit was hier al gegeven, hier, met dat sterretje, dus ik ga terug naar dat sterretje. Deze t vervang ik door heel dat boelje. En dan heb ik geluk, want het is een vergelijking, dus ik kan, als ik beide leden deel door k, 0 door k, ja, dat blijft hetzelfde. Dus hier kan ik overal k schrappen, omdat het in elke term staat. En dan heb ik dat een beetje bij elkaar genomen.
Dus als ik de termen met a afzonder, dan heb ik hier x min x1. Als ik b neem, dan heb ik y min yi. Als ik c neem afzonder, dan heb ik z min zi. Ja? Dit hier, dit zal de vergelijking worden van een loodvlak op een gegeven rechte door een punt. Eigenlijk moet je daar een goed formuleblad van maken. Want in hoofdstuk 3 waren er al wat formules, zeker algemene vorm van vergelijkingen. En in hoofdstuk 4 komen zeer veel formules nog extra bij. Maar je slaat dat allemaal door elkaar, dat lijkt ook op elkaar. Dus je moet daar eigenlijk een goed formuleblad van maken en echt een paar keer inprenten. En dan zit dat wel in jullie geheugen. Dus belangrijk. Als je dat uitrekent, dan zal je een vergelijking uitkomen van de vorm ux, vy, wz, al dan niet plus t is. Ja? Hier doe ik een oefeningsje dat nu uit het boek komt. Bijvoorbeeld, zoek een keer een middenloodvlak. Ik heb dat vlak mu genoemd van een lijnstuk. Nu kun je middenloodvlakken gaan vinden. Ah ja, want een middenloodvlak die gaat door het midden van het lijnstuk A en B. We hebben geleerd hoe je de coördinaten van het midden zoekt. Dat is telkens zo optellen en delen door 2. En dan moet ik het gewoon in de vergelijking van loodvlak op een gegeven recht. Dus ik ga een keer kijken, hoe hebben we dat gedaan? Dit is de algemene vorm. Dus wat heb ik nodig? Die x1, y1, z1, coördinaten van het midden. En dan heb ik de richtingsgetallen nodig van die rechte AB. Het midden is niet moeilijk. Dat hebben we gezien, zelfs nog in hoofdstuk 2 denk ik. Of begin van 3. Optellen delen door 2. De x's, de y's, de z's. Dus dit zijn de coördinaten van het midden. Hoe vind ik de richtingsgetallen van de rechte AB? Want dat vlak moet loodrecht staan op een gegeven rechte, wat dan nu recht of een lijnstuk is. Die richtingsgetallen zijn dezelfde. Ah, voor richtingsgetallen te vinden, als je twee punten van de rechte hebt, dan moet je de punten gewoon van elkaar aftrekken. Dus ik heb hier B min A gedaan. 4 min min 2. 3 min 1. Min 2 min min 2. Dus ik heb 6 tweeën. Let op, wij hebben dat ook samen gezien. Als ik richtingsgetallen heb, die mag ik altijd vereenvoudigen. Een punt niet, hè, want dan ga je dat punt gaan verzetten. Maar een richtingsvector wel. Dus, wat zal de oplossing zijn? Dan er gewoon insteken. Die ABC'tjes, ja, dat valt hier weg. En die x1, y1, z1, dat worden hier die coördinaten van het midden. Dus dit hier is gewoon de vergelijking van het middenloodvlak. Ligt volledig vast. Jullie doen twee oefeningen zelf daarop, hè. Je kan natuurlijk wel dat zo wat samen doen. Dat is hier misgeschreven, interessant. Dat is toch met 1 R en 2 S'en. Maxim, je blijkbaar ook een beetje last van dyslexie. 3C en 6B zijn blijkbaar wel interessante oefeningen. Oei, kan fout zijn. Daar zal ik zelf ook een keer naar kijken. Heb ik nu nog niet gedaan. Dus wees maar een beetje kritisch. Hè. Misschien is hij niet helemaal zeker van zijn uitkomst. Dus ik zal er zelf ook een keer kijken wat daar al dan niet. Hij zal dat thuis geprobeerd hebben, denk ik. 6b. Dat zit er precies wel juist uit. Maar probeer ze eerst zelf. Controleer ook achteraan met het handboek. Ik kijk ook een keer naar hoe dat daar zit met die oefeningen van Maxime. Dan denk ik, ja... Jullie mogen altijd nog wat extra oefeningen er rond doen. Niet te veel, soms zijn ze nog wel iets te moeilijk. En dan gaan we volgende keer, dat zal dan misschien toch al, ja, ik weet niet welke les het dan gaat zijn, deze week of volgende week, gaan we afstanden bekijken in de ruimte. Ja? Oké, veel succes!